Het is nieuw voor mij. De tempel. Het ziet eruit als een oud 19e eeuws landgoed. In Rotterdam zijn er nog verborgen natuurplekken te ontdekken. Kunstenaar en hardloper Jeroen Jongeleen gaat op verkenning in het natuurgebied De Tempel, waarbij hij de schoonheid en bijzonderheden ervan beoordeelt. Dus we kunnen hier al tussendoor, we kunnen over het pad, maar dat is zo saai. Deze is heel glad, vermoed ik, dus kijk uit. Wat voor mij een natuurgebied echt een waardevolle plek maakt, is dat er gewoon heel veel variatie is. Zoals elke speeltuin betaamt, dat er gewoon genoeg speelobjecten zijn die je uitnodigt om van de paden af te raken die je eigenlijk gewoon bent. En als dat gebeurt, moet je natuurlijk niet opgeven. Dan wordt het juist spannend. Wat ik nu ervaar. Je wordt nu eigenlijk beloond voor de keuze om van de paden af te gaan in dit rare gebiedje, waar toch het onvoorspelbare te vinden is. Let's go. Kijk, maar dit is bijvoorbeeld een plek waar gewoon de afgelopen misschien wel 80 jaar niemand is geweest. Dus misschien vinden we hier nog wel een neergestorte Engelse bommenwerper of een begraven Duitse officier die door het verzet is begraven. Je weet het niet. Makkie. Minpunt vind ik als er te veel mensen zijn. Waardoor je moet slalommen tussen de mensen alsof het te koopgroot is. Dat is precies wat je niet wil. Ja, je wil het gewoon het liefst zoveel mogelijk voor jezelf alleen. Alsof je ergens boven op een berg in de Pyreneeën staat of in een bos in de Ardennen. Die beleving wil je hebben 5 minuutjes van je huis. Er valt nog heel veel te doen om het mooi te maken, maar juist het rauwe maakt het echt heel spannend. Ik geef het een dikke 8, maar er zijn ongetwijfeld betere plekken om te gaan ontdekken. Dus wellicht tot een andere keer. Daarbij.